Sint-Catharinadal. 750 jaar. De eeuwen door. Baken van rust en bezinning. Welkom in het Leer- en Inspiratiehuis. Waar de poort verbindt. Waar buiten is met binnen. Welkom bij Vastwel. Van carnaval tot Pasen. Elke dag door de week. 40 dagen lang persoonlijke gesprekken over het thema. Dit jaar, actueler dan ooit, macht en mededogen. Kan er eigenlijk ook macht vanuit mededogen bestaan? Welkom. Oh ja. Frits Kuitenmaker. Zou jij even voor willen stellen aan de kijkers, voordat we over ons gesprek over macht en mededogen beginnen? Ondertussen draai ik de zandloper om die de tijd van ons gesprek bepaalt. Goed. Ik ben Frits Kuitenmaker. Ik ben 65 jaar. Ik ben sinds een jaar of 30 heb ik hier in Oosterhout en in Breda in het ziekenhuis gewerkt. En ik ben sinds een 1 september gepensioneerd. Kijk aan, maar gepensioneerd betekent dat je helemaal niks meer doet? Ik ben nog even op herhaling geweest, want het was wat druk in het ziekenhuis. En ik heb nog een paar weken als intensivist gewerkt, met mijn oude werk. En dat was gewoon een ingewerkte inhuurkracht, zal ik maar zeggen. Ja. Als jij vanuit jouw professie kijkt naar macht en mededogen, hoe kun je dan die twee begrippen omschrijven? Dat is een. Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Toen ik destijds bedacht wat ik zou willen doen met. Toen ik van school afkwam met dat medicijnen, omdat ik de gedachte had dat ik daar iets mee wilde doen. Dus er zat wel een soort van. Iets willen doen, soms van barmhartigheid in. En wat ik ervaren heb, is als je voor een ander iets wil doen, dat het heel makkelijk is om een beetje macht te hebben. Want dat kun je dan aanwenden om daarin je zin te krijgen. Oké, dus je zegt eigenlijk van de zorg die ik wilde verlenen aan een ander, daarvoor had ik misschien wel macht nodig ook. Ik denk dat het handig is om kennis te hebben. En kennis is natuurlijk ook een vorm van macht als je een ander wilt helpen om dat daarvoor aan te kunnen wenden. En daar heb ik me eigenlijk altijd wel heel goed bijgevoeld. Ik bedoel, het proberen om zoveel mogelijk kennis te hebben en dan te kijken wat je daar ook in je werk naar de ander mee toe kon doen. Dat betekent ook dat je niet gestopt bent met kennis vergaren toen je aan het werk ging, maar dat is altijd door blijven gaan. Nee, dat gaat altijd door, want daar veranderen dingen in, daar komen andere inzichten in of er komen andere methodes in of dingen die ook door de voortgang van de techniek anders worden en die kun je aanwenden ten nutte van een ander. Dus zo kan je een prachtig vak hebben. En verruimt dat dan de macht? Soms wel en soms niet. Want soms loop je er tegen het hoop dat iets niet kan omdat het er niet is. Of omdat je de mogelijkheid er niet toe hebt. En denk je dat mensen in de positie die jij had ook misbruik van hun macht kunnen maken? Ik denk dat het als je macht hebt dat het vrij makkelijk is om daar misbruik van te maken. Maar dat is natuurlijk de vraag van hoe dicht blijf je daar weer bij jezelf. Een prachtig voorbeeld daarvan is wat zich de laatste 20 jaar in de Verenigde Staten heeft voorgedaan. Dat is het verschijnsel pijn kwam in de aandacht. En er is een familie is daar hard op ingestapt en die hebben
de opiaten heel erg gepromoot als dat het veilig zou zijn. En ze hebben eigenlijk, sinds 2 jaar is het opgerold, die bende, maar hebben de hele samenleving achtergelaten met een vorm van misbruik waar ontzettend veel verslaafden uit zijn voortgekomen. En dat is een misbruik van macht, terwijl op zich het initiële van proberen om mensen van de pijn af te krijgen een hele integere zou kunnen zijn. En dat betekende dat, in welke zin hebben zij dan misbruik gemaakt van de macht? Ging dat dan over geld verdienen? Geld verdienen, door niet te zeggen van u heeft pijn en neem 4 dagen een tabletje, maar neem zoveel mogelijk en zo lang mogelijk, want je voelt je er comfortabel van. En omzet is winst. En winst is voor degene die het bedacht heeft. En dat vind jij verwerpelijk? Dat vind ik verwerpelijk en dat vind ik ook dat ik dat in mijn vak verwerpelijk moet vinden door te proberen, als je het inziet dat het niet de waan van de dag is, of dat het de waan van de dag is, om daar niet aan mee te doen. En is dat dan een stukje mededogen? Of zeg je van nee, dat is gewoon geen gebruik maken van mijn macht? Dat is gebruik maken van mijn macht om het niet te doen. Om het niet te doen, ja. Dus dan is die macht weer aangewend voor de mededogen. Voor mededogen. Vanuit die zorg moet jij ook een bijzondere kijk hebben op mededogen, toch? Je bedoelt op het lijden of op... Op het lijden, op de patiënten die je behandelt. Hoe ver kunnen we daarmee gaan? Wanneer is lijden nog draagbaar, bijvoorbeeld? Ik denk dat, daar krijg je een hele scherpe, voor mij duidelijke kijk op. Maar het lijden moet je niet erger maken door datgene wat je kunt. En dat er grenzen aan zorg zijn, is nou met name in het technische vak wat ik het laatste van mijn carrière had daarin, denk ik erg van belang om daar paal en perk aan te stellen, erop ook je grenzen aan te geven. Niet altijd doen wat je zou kunnen doen, maar vooral doen datgene wat in belang is voor degene die het betreft, dus de barmhartigheid. En dan hoor ik jou dus nu eigenlijk ook zeggen dat je een leven niet eindeloos moet verlengen om het te verlengen. Ik denk dat dat nooit de bedoeling van het leven kan zijn. Nee, maar je hebt als medische wetenschap soms wel de macht om dat te doen. Ja, maar je moet dan kijken van waar wordt dat voor aangewend? Is het dan alleen maar om te kijken om de volgende dag nog te halen? Of is degene die het betreft, heeft die dan ook het voordeel daaraan om de volgende dag te halen? Ja, dus het moet ten dienste zijn van degene die het betreft. Dus dat is een soort van barmhartigheid, denk ik dan ook, om dan te zeggen van daar stopt het dan ook. Wat of je allemaal zou kunnen doen, maar wat je vooral niet moet doen, omdat het niet zinvol is voor degene die het betreft. En heb je daar een voorbeeld van, dat je zegt van nou, daar hebben we dat op die manier gedaan? Als mensen na een heel erg onverwacht gebeurtenis, een hartstilstand die net iets te lang geduurd heeft en met de manier waarop tegenwoordig gereanimeerd wordt, kan er heel veel. Maar als dan blijkt na twee dagen dat iemand niet wakker wordt of zo beschadigd is dat het niet in zijn belang is dat hij dat overleeft, om dat dan ook te proberen dat hij het niet overleeft. En dat klinkt heel hard, maar dat betekent dan zorg onthouden en zorgen dat er comfort is. Maar er niet voor zorgen dat iemand dan nog een hele lange tijd door moet op een manier die niet bij hem past. Ja, en dan spreken we niet van euthanasie. Nee, dat is een heel strikt verschil. Als ik daarbij betrokken ben, ben je daarbij betrokken als arts, dan heb je je witte pakje aan en dan heet dat afstandelijk. Maar als je dat 's avonds uitdoet, heb je gewone kleren, ben je gewoon iemand. En ik vind ook dat je de volgende morgen weer scheren recht in de spiegel moet kunnen kijken. Dus als je dan de redenatie opzet, of zo zet ik er voor mezelf op, als hij of zij die het overkomt 1 of 2 dagen tevoren niet was gereanimeerd, was op dat moment was er iets gebeurd dat het afgelopen was. Als we met elkaar de arrogantie hebben genomen om iemand proberen ergens overheen te helpen en het lukt, dan is het hartstikke fijn, want dan heeft die persoon daar winst aan. Maar als die er als een verliezer uitkomt, dus gehandicapt, niet wetend, niet kunnend wat hij daarvoor had gekund, dan doe je iets heel onbarmhartigs. Ja. En dan is het weer aanwenden van kennis
en een vorm van macht om dan met elkaar te besluiten dat dit niet zinvol is. Laatste vraag, want onze tijd is om. Is dit idee gemeengoed in de gezondheidszorg in Nederland? Of het gemeengoed in Nederland is, dat denk ik wel. In de mate waarin, daar zit nogal verschil in, maar dit is wel gemeengoed in de werkgemeenschap waarin ik de laatste jaren heb gewerkt. Ja. Dus kijken naar degene die het betreft en dat aanwenden ten voordele van die persoon en het anders vooral niet te doen. Mooi gesprek, dankjewel Frits. Dankjewel, Jaap.